Dat was mijn gitaar. Hoi allemaal, super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Vandaag ga ik reageren op Seat berichten. En ik dacht, heel veel mensen deden het bij ons. Ik weet niet of het bij iedereen heel erg bekend is. Seat is een soort van platform waar je anonieme berichten naar iemand kunt sturen. Als diegene de link in zijn Instagram bio heeft staan. Dan kun je erop klikken en dan kan je een anoniem bericht sturen. Nou ja, zo klinkt het natuurlijk ook al. Je kunt iemand mentaal helemaal kapot maken. Dus dat is al top. Dus laatst dacht ik, laat ik het ook eens proberen. Ik ben heel erg benieuwd hoe mensen op mijn Seat gingen reageren. Dus ik ga met jullie zometeen een paar berichtjes voorlezen. Ja, ik was gewoon heel erg benieuwd wat mensen bij mij zouden reageren. En of ze hetzelfde zouden reageren als bij andere mensen. Want heel veel mensen worden helemaal uitgescholden en dat soort dingetjes. En daar heb ik allemaal niet zo heel erg veel zin in. Dus ja, laten we beginnen met mijn Seat berichten bekijken. Ik ga even helemaal naar beneden om helemaal vanaf het begin te beginnen. Dat is best wel ver. Ik heb best veel berichten gekregen. De eerste is hey liefie. Daarna was het oh my god, je bent zo knap. Je bent echt heel mooi. Hey meid, je maakt leuke video's op YouTube. Maar één ding, ik vind je eigenlijk een beetje leuk. Dus je kunt ook op zulke manieren een beetje laten zien aan mensen die je geen leuk of knap vindt. En het begon bij mij dus heel erg onschuldig en best wel lief. Gewoon van joh, je bent knap, je bent leuk. Je YouTube kanaal is leuk. Dus dat begon allemaal top. Daarna begon het al een beetje wat anders, van hoe vind je je opleiding? Ja, ik reageerde erop dat ik het niet leuk vond. Maar ook hele rare dingen, zoals met geslachtsdelen van mannen. Ik zal het maar even niet noemen, omdat deze video anders geband kan worden en daar heb ik geen zin in. Maar daarna kwam ook van je zusjes relaties aan het verpesten en een lelijk iemand heeft fiks met je zus en die schelpt met dat woord, wat ik niet hardop ga zeggen. Toen begon het over mijn zusje. En toen dacht ik, wat moeten jullie dan op mijn Seat als het over mijn zusje gaat? Maar oké, daar ging ik maar ook niet op in. Heb je een vriend? Ik vind je leuk. Hoezo vind je je opleiding niet leuk? En ja, dat soort dingen allemaal. Nou, mijn zusje ging daar dus op in. En toen had iemand anders gezegd van, dit zijn van die heerlijke momenten dat je iemand gewoon de macht kan krijgen om iemand helemaal anoniem mentaal kapot te maken. Maar dan denk ik, hoezo vind je dat dan een heerlijk moment? Vind je het heerlijk om iemand mentaal helemaal kapot te maken? Vind je dat een heerlijk gevoel geven? Of vraag ik me dan af. En daarna was het zo dat ik had een optreden gehad. En toen wilde ik een bandje bij elkaar gaan stellen. En dan had ik toen op social media gegooid van, joh, kennen jullie mensen die misschien een muziekinstrument bespelen of iets in die richting? Laat het even weten, want ik wil een bandje bij elkaar gaan zoeken. En mensen lachen dan daarom uit en stop met YouTube, je zet jezelf nogal voor schut. En daar begon het eigenlijk een beetje mee. Dat was gisteren dat ik mezelf voor schut zou hebben gezet op YouTube. Mensen die dan zeggen van, ik kijk naar je billen. Nou ja, er zijn gewoon van die dingen dat ik denk van, why? En ik weet wel dat ik er toen op had gereageerd van, of op dat stop met YouTube zet jezelf voor schut. En had gezegd van, nee. Daar ging diegene verder op in. Jouw YouTube kanaal is zo verschut, niet op Monica Geuze willen lijken als je er niks van kan. Toen reageerde ik van, als je mijn video's hebt gekeken, ik weet niet of je ze kijkt, maar stel je kijkt, want blijkbaar vind je dat ik vind dat ik op Monica Geuze lijk. Dus je kijkt dat sowieso. Als je dit had gekeken, dan had je in een vorige video gezien dat ik de vlogs van Monica Geuze, of in ieder geval, ik vind vlogs niet leuk. Dus daarom kijk ik Monica Geuze niet. Waarom zou ik dan op Monica Geuze willen lijken? Zeg maar, praatvideo's en vlogs lijken ook niet echt op elkaar. Dus nee. Je vindt Monica Geuze niet goed omdat je er zelf helemaal niks van kan. Meis, grow up and get your shit together. Nou, dat vindt diegene denk ik gewoon leuk om te zeggen. I don't know why, maar dat vindt diegene denk ik heel erg leuk. Get your own shit together, guy or girl. Want dit slaat werkelijk nergens op. Ik weet niet waarom je mij naar beneden probeert te halen. Of dat ik nu ga huilen in een hoekje. Of dat ik nu helemaal ga stoppen met mijn YouTube kanaal. Nee, 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 nee. En toen kwamen er weer leuke dingen. Van, je bent echt super knap. En er zijn ook mensen die het voor me opnemen hoor. Ze doet goede vlogs en ze kan zeggen wat ze wil. Vrijheid van meningsuiting, want het is haar YouTube kanaal. En dat vind ik echt heel erg lief. En daarna was er iemand van, je bent super knap. Maar je hebt ook echt een leuke uitstraling. Ik zou je beter willen leren kennen. Ik zie je altijd op school lopen. Ik vind je echt heel leuk en mooi. En daarna komt er weer iemand van, stop met denken dat je mooi bent. Ik ben bevriend met je zusje en je bent echt knap en ik weet dat ik te jong ben, maar ik wil gewoon even zeggen dat je een heel mooi meisje bent. Vind ik ook echt heel erg lief, ook al ben je jong. Ik vind het heel lief als je zegt dat ik mooi ben of leuk of lief of ja, iets in die richting. En de laatste gekregen is deze. Heb je fix met iemand of vind je iemand leuk? Daar heb ik nog niet eigenlijk op gereageerd.
Maar ik heb volgens mij niet echt fix met iemand. En op dit moment vind ik ook niet echt iemand leuk. Wil je nou al mijn sales zien? En wil je het een beetje volgen wat ik allemaal binnenkrijg? Ik zet elke sale die ik krijg in mijn Insta-story. En mijn Insta-naam staat hieronder in de beschrijving. Dus je kunt me even opzoeken als je wilt. En in mijn stories kun je dus alles bijhouden. Vond je deze video nou leuk? Geef dit vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet om in de poll te zetten of jij sales hebt en of je het vervelend vindt. Laat hieronder in de reactie even achter wat voor video jij zou willen zien. Want misschien gebruik ik dan jouw video-idee wel. En dan krijg je een shout-out in de volgende video. Abonneer zeker ook eventjes op mijn kanaal. Dat kan je doen door op de rode knop hier beneden te klikken. Of op het logotje hieronder in beeld. En zo blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Doei doei!